Of je nu van pop, rock, country of van varen houdt, dat maakt er op Imagine Schoten helemaal niks uit. Zolang je tussen de 12 en de 20 bent en gepassioneerd bent door muziek, ben je hier van harte welkom. Maar wat moet je eigenlijk doen om de jury te overtuigen en naar de volgende ronde te gaan? Heb je een bepaalde techniek om de jury te paaien, om te stemmen voor jou? Goh, ik probeer gewoon heel erg mezelf te zijn. Als groep moet je toch een beetje anders durven zijn om op te vallen tussen die vele kandidaten. Wat zijn eigenlijk de voorwaarden voor iemand om te kunnen winnen, voor een deelnemer? Eerst en vooral denk ik toch originaliteit. Dus als je iets kunt brengen dat nog niet vaak gebracht wordt, dan kunnen onze mensen toch bekoren. En zeker ook mij. En ook binnen dan uw originaliteit ook kwaliteitsvol product leveren. En ja, ook een beetje letten op hoe dat je podium staat, op hoe dat je de mensen mee betrekt in wat dat je doet. Dat zijn toch allemaal dingen die daar zeker invloed hebben op wat wij beslissen. Alle vakgroepen is verbind. Ik zie er zielig naar te kijken. Hebben jullie de jury al gezien? Ik denk dat de jury zo die tafel is die van voor zit met 4. We hebben ze nog niet echt gesproken, maar we hebben ze wel zien zitten. Hebben jullie er een beetje schrik voor? Ja, een jury is natuurlijk altijd vrij persoonlijk. Dus we hopen dat wat wij brengen hun smaak is. En wat brengen jullie? Omschrijf dat eens. Grunge, rock, zo'n mengelingen. En nou, we proberen toch wel ons eigen in te steken. Heb je er goede beraadslaging op zitten? Ja, het is toch al interessant geweest vandaag. Er zijn heel veel groepen en heel veel rockgroepen vandaag ook. Afwisselend met akoestische. Dus dat maakt het heel interessant, omdat het echt moeilijk is om het verschil te zien van elkaar. En, het gaat nog spannend worden, denk ik.